ademen. Ja, het lijkt zo gewoon, maar voor 1,2 miljoen Nederlanders is ademhalen niet vanzelfsprekend. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat longschade binnen 10 jaar wereldwijd doodsoorzaak nummer 3 is. En daar moet verandering in komen. Zo vindt ook geneticus en arts Hans Klevers. Hans, welkom. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. Ja, het zijn toch wel pittige cijfers als ik dat zo hoor. Want waarom overlijden er zoveel mensen aan longschade? Nou, er zijn ten eerste heel veel mensen hebben een zieke long. Long is een kwetsbaar orgaan. Is een van de weinige organen die blootstaat aan de buitenwereld. We krijgen lucht van buiten in de long, gaat er eruit. Toevallig zijn de ziekten, de belangrijke ziekte van de long, op dit moment nog niet heel erg goed te genezen. Nee. Of te behandelen. En daar komt misschien wel een beetje verandering in. Want 10 jaar geleden lukte het u om als eerste mini-organen te kweken. Moeten we denken aan een mini-darm, maag, lever en meer. Nu werk je samen met een wetenschappelijk team aan een complete mini-long. Wat is nou eigenlijk een mini-long? Ja, mini-long is een vinding onder andere in mijn lab van een jaar of 10 geleden, waarin we in een plastic schaaltje, een petrischaal noemen wij dat, kleine stukjes weefsel van een patiënt of van een gezonde donor kunnen opkweken tot veel meer weefsel, wat we zelfs kunnen invriezen, rondsturen naar collega's, wat eigenlijk een kopietje is, een piepklein kopietje van dat orgaan. Het ziet er niet per definitie zo uit als dat orgaan zelf eruit ziet. Dat is een long, wel een beeld bij. Maar de functies van het orgaan zitten keurig verpakt, als het ware, in die piepkleine stukjes weefsel. Kunnen we mooie experimenten aan doen. Dat is misschien niet zo bespreekbaar hier aan tafel, maar met name kunnen we proberen om behandelwijzen te bedenken, uit te testen op die kleine orgaantjes en vervolgens op een patiënt te gaan toepassen. Het is ongelooflijk dat dit allemaal mogelijk is. Ja, u bent er natuurlijk al sinds jaar en dag werkzaam in. Maar als wij dit zo horen, denk je, wat zo ingenieus en dat het allemaal mogelijk is. Daar gaat natuurlijk heel veel onderzoek aan vooraf. En om het onderzoek naar de mini-long mogelijk te maken, wordt het Longfonds dit jaar extra gesteund door de Vriendenloterij. Iedereen die tussen 12 september en 16 oktober deelnemer wordt, steunt dan direct het Longfonds en draagt dan ook bij aan die mini-long. En dat moet natuurlijk, want dat is hartstikke belangrijk. En er wordt ook een heel groot spektakel georganiseerd, namelijk de dansmarathon. En wat dat is, kijk maar even mee. 100 danskoppels, 100 artiesten en 100.000 euro. Ja, de dansmarathon. Het is een soort afslachting, een soort Hunger Games van het dansen. Je ziet echt zoveel verschillende mensen, van oud, jong, verschillende soorten dansstijlen. Wie danst 50 uur lang en wint het grootste, zwaarste en langste dansspektakel ooit? Ik denk echt dat het onmenselijk wordt. Naar mijn weten is het nooit eerder ook gedaan. Ik denk niet dat de dansmarathon tot een huwelijkscrisis leidt. We hebben wel voor hetere vuren gestaan. De centjes die te winnen zijn, dat was een motivatie om natuurlijk nooit meer te stoppen met dansen. Wij gaan denk ik bijna niet slapen. Trainen, trainen, trainen en dan kunnen we dat. We gaan slaapspecialisten, die schakelen we in. We gaan trainen met de ijsman. We hebben een aquaboot hebben staan. Hij gaat balletlessen volgen. Sommige mensen zeggen, oh, jullie lijken wel gek. De dansmarathon. Denk dat ik het lijfsniveau heb. Dit is een extra stimulans om te laten zien dat echt iedereen het kan. Jong en ouder en dun of dikker. Vanaf 14 oktober, 50 uur lang dansen, live op 6. Jeetje, nou dat, en of dat intensief is. Ja, met zo'n knie. Ja, nee, maar ik kan dat. Maar ik vind het knap als mensen meedoen. Meer dan 50 uur dansen, dat is natuurlijk ook wel een impact op de longen, kan ik me zo voorstellen. Ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar ik denk dat we er allemaal ons bij kunnen voorstellen dat het een enorme inspanning is. Ja. Dus moet er heel veel zuurstof het lichaam in, heel veel koolzuur het lichaam uit. Dus de longen werken enorm hard. Ja, die moeten wel hard werken. En het is wat dat betreft ook een hele mooie samenwerking inderdaad tussen het Longfonds en deze dansmarathon om meer aandacht te krijgen voor dit onderzoek. Want waarom is het belangrijk? Waarom is het belangrijk dat er aandacht is voor dit, nou, toch echt baanbrekend onderzoek? Nou ja, wat we al zeiden, longziekten nemen toe. Er zijn heel veel Nederlanders we schatten meer dan 500.000 op dit moment, die hieronder lijden. Er zijn geen echte therapeutische, dus genezende oplossingen. We moeten die ziektes beter begrijpen en we moeten vervolgens die ziektes beter kunnen behandelen. Ja, want astma komt ook bij kinderen heel veel voor, hè? Ja. Allergie, astma, ja, absoluut. Ja, maar nu even over de mini-long, want wat is het nou precies? Wat is het een echte long, maar dan in een mini-vorm?
Hoe moet ik het zien? Ik zal proberen er niet een al te groot college van te maken, maar ik moet wel wat uitleggen. Nou, ja. Al onze organen zijn in staat om zichzelf te repareren als er schade optreedt of als er slijtage optreedt. En daarom zit er in elk orgaan zitten gespecialiseerde stamcellen. Nou, daar doen wij veel onderzoek aan. Dit is eigenlijk een druiventros, maar het ziet er eigenlijk heel erg perfect uit, zoals een gezonde long. Hè. We hebben de luchtwegen, daar gaat lucht in en uit, dat splitst zich een aantal keren. En uiteindelijk komt die lucht dan aan het einde in longblaasjes terecht. Ja. En dat ziet er bijna echt zo uit als een druiventrof. Waardoor, en die longblaasjes hebben een buitengewoon dun bandje. En daar kan zuurstof en koolzuur makkelijk in en uit lucht, eigenlijk je bloedbaan intrekken. Ja. Dat is een gezonde long. Wat er bij COPD gebeurt, eigenlijk twee dingen. Ten eerste, die luchtwegen die vernauwen, die verstoppen, die hebben chronische infecties. Lucht gaat er al moeilijk in en uit. En dan krijg je die wisseling van zuurstof en koolzuur in die longblaasjes aan het uiteinde ervan. Die wandjes worden te dik, die verdwijnen. Dat loopt ook niet goed meer. Nou, wat wij proberen is stamcellen uit die gezonde longetjes te halen. Dat lukt. In het laboratorium, in een petrischaal, plasticschaaltje op te kweken tot gezond minilongweefsel. Ja. En dan zijn er twee manieren om dat te gaan gebruiken om patiënten te behandelen. Je kan ze waarschijnlijk, dat lukt al wel voor andere organen, rechtstreeks transplanteren. Dus je maakt piepkleine minilongetjes, daar heb je er miljarden van nodig. Maar die zou je terug kunnen zetten in een zieke long. En dan repareren ze zelf. Die zieke long ga je van hier naar hier terug. Dus die zieke long kan straks weer eventueel. We weten niet hoe ziek die kan zijn om hem nog terug te krijgen. Mm-hmm. Waarschijnlijk helemaal aan het eind staan lukt dat niet meer. Maar als we wat vroeger ingrijpen, kan dat wel. Je kan het met die cellen zelf doen die we kweken. Het alternatief is dat we heel goed leren hoe je die stamcellen actief maakt. Met geneesmiddelen in de petrischaal. En dat we dan vervolgens die geneesmiddelen aan patiënten geven. Ook weer om van hier, van deze situatie terug te gaan. Dus dat je echt die herstellende factor krijgt. Dat is het, dat noemen we regeneratieve geneeskunde. Het regenereren van ziek weefsel naar gezond weefsel. Als ik dit nu zie, u zei net al, hè, mensen met COPD. Hoe groot is die groep? En zijn het alleen mensen met COPD? Of hoeveel mensen kunnen hier baat bij hebben? Ja, in principe, we richten ons voor het Longfonds op dit moment op COPD. Omdat het zo'n grote en zo'n toch wel vrij ernstige ziekte is. Waarschijnlijk, als dit werkt, zijn er ook allerlei andere longaandoeningen die veel zeldzamer zijn, die je ook op deze manier zou willen behandelen. Overal waar longweefsel verdwijnt, hè, waar je in zo'n situatie komt, zou je dat willen regenereren naar deze situatie. Ja. Nou, dit klinkt natuurlijk al als enorm baanbrekend. U bent hier al jaren mee bezig, ook met wat collega's vanuit het buitenland. Als ik dit nu zie, in welk proces en in welk stadium zit u nu? Kan dit al bijna op mensen getest worden? Of is dit alleen nog maar in het laboratorium nu? Hoe ver zijn we? Laat ik eerst zeggen, dit gebeurt niet alleen voor long. We hebben onze eerste mini-orgaantjes eigenlijk opgezet voor de darm. Ja. Daar, as we speak, in Tokio, onze samenwerkers, daar zijn nu bezig om het voor het eerst te testen, het transplanteren van mini-darm. Ik zag net een filmpje erachter waar het langskwam. Naar patiënten met colitis, ook een ernstige aandoening. Ja. In Groningen wordt op dit moment gewerkt aan speekselklieren. Je kan je speekselklieren verliezen door bestralen naar hoofd-halstumoren. Heel akelig, droge mond. Tanden beschadigen, je kan niet meer praten. Eten doet pijn. Daar worden, voor zover ik begrijp, op dit moment gekweekte speekselkliertjes teruggezet bij patiënten. Dit gaat nog wel een tijdje duren. Wat we hier kunnen is, je hebt eigenlijk die twee onderdelen van de long, de luchtwegen, die kunnen we al een aantal jaren heel goed kweken. Ja. Ziet er heel mooi uit, lijkt compleet. En die longblaasjes, daar hoor ik nu van onze buitenlandse collega's, die noemde je al, dat nu ook aan het lukken is. En we zijn dat nu aan het nadoen en dat ziet er goed uit. Uiteindelijk moet het aan elkaar gezet worden. Ja. Ja. En dan terug naar de patiënt. Maar ik denk dat de grootste hordes zijn intussen genomen. Dit moet kunnen. Ja? Wauw. Ja. Mooi. Zo zien we maar weer. Te gek. Nou ja, kortom, de minilong wordt een medische doorbraak. En wil je weten hoe je kan bijdragen aan dit mooie initiatief? Bezoek dan onze site. Ja, Hans, dank u wel. Ja, geweldig. Zo is dat. En succes met alle onderzoeken.